Welkom bij Rijnmond Nieuws. 50 jaar na haar dood eert Rotterdam schrijfster Anna Blaman met een monument. Dat zometeen. Nu eerst het nieuws van dit moment. Alle verdachten van de vermissing van het 7-jarige meisje Kaylee zijn vrijdag vrijgelaten. De politie had 4 mensen aangehouden, onder wie de moeder van het Rotterdamse meisje. Eerder deze week werd Kaylee gevonden bij haar oma in Pernis, nadat ze een etmaal ervoor als vermist was opgegeven. De Rotterdamse Wendy van Lien, die in Peru vastzit voor drugssmokkel, komt onverwachts vrij. Dat meldt haar moeder op een website over Wendy. De 24-jarige vrouw werd in december 2005 opgepakt in Peru met 16 kilo cocaïne. Ze kreeg een celstraf van 14 jaar. Automobilisten moeten komend weekend opnieuw rekening houden met files op de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Ketelplein in de richting van Hoek van Holland. Vorig weekend stond het verkeer op die plek ook urenlang vast vanwege werkzaamheden. Excelsior-aanvaller Guion Fernandes is voor 2 wedstrijden geschorst vanwege een overtreding op AZ-speler Moreno. Eerst had de KNVB hem voor 4 wedstrijden geschorst, maar dat is nu gehalveerd. De Schiedamse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Alleen GroenLinks en Progressief Schiedam blijven tegen. Het stuk A4 tussen Delft en Schiedam is al tientallen jaren omstreden. Het Schiedamse college gaat met bewoners en andere betrokkenen overleggen hoe de overlast van de aanleg kan worden beperkt. Feyenoord ontkent berichten een lening van 10 miljoen euro te hebben ontvangen van een investeringsmaatschappij. Dat verhaal kwam eerder deze week naar buiten. De Rotterdamse voetbalclub stevend af op een tekort van 2,5 miljoen euro over het lopende seizoen. Straks de cultuursector voorziet sombere tijden. Na Ed Aldus met het korte weerbericht. Zaterdag is er ruimte voor af en toe zon. Met name in de middag is er ook kans op een bui. En het waait stevig, met name aan zee. Zelfs een krachtige noordwestenwind, windkracht 6. En na Rijnmond Nieuws ziet u de uitgebreide weersverwachting van Ed Aldus. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest vreest voor zijn bestaan als de cultuurplannen van het nieuwe kabinet doorgaan. VVD, CDA en de PVV zouden 220 miljoen willen bezuinigen op cultuur. En dat is 20% van het huidige budget. Behalve het Rotterdamse Orkest maken ook andere culturele instellingen in de regio zich grote zorgen over hun toekomst. Cultuurliefhebbers worden opgeroepen in actie te komen. Dit weekend zal tijdens alle concerten en alle theatervoorstellingen en balletvoorstellingen die in Nederland plaatsvinden, zal een petitie voorgelezen gaan worden waarin duidelijk gemaakt wordt dat dit gewoon niet kan. En de mensen wordt opgeroepen om een proteststem te laten horen. Onrust dus in de culturele sector vanwege de forse bezuinigingsplannen van het kabinet in wording. Ook in de Doelen wordt vanavond met de petitie aandacht gevraagd voor de gevolgen. Dat zal betekenen dat heel veel mensen niet meer naar toneelvoorstellingen kunnen gaan, naar balletvoorstellingen, naar concerten. Dat er op de lagere scholen minder of geen educatieprojecten meer gedaan gaan worden. Dat zal een enorme kaalslag in de sector betekenen. Op internet is een speciale petitie al door duizenden mensen getekend. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest vreest de plannen van het kabinet. Want mochten die echt doorgaan, dan is het over en uit voor het wereldberoemde orkest. Je hebt een uitstekende set groep muzici, dat is de kracht van het orkest. Je hebt een goede equipe die dat ook overal probeert neer te zetten. En je kan daar niet zomaar 20% mensen uit wegknippen en nog denken dat je een toporkest hebt. Dan heb je geen orkest meer. Ook de andere culturele organisaties in Rotterdam, zoals het Scapino Ballet en het Rood Theater, zullen de bezuinigingen gaan voelen. FNV vindt dat de kunst- en cultuursector met een korting van 20% in verhouding veel en veel te zwaar getroffen wordt. Onevenredig veel en ook onredelijk. En de kaasschaaf die in het verleden steeds gehanteerd is, omdat er steeds geschraapt moest gaan worden in onze sector, die kun je vergeten en het wordt echt gewoon afbreken dan. Heeft u al een nachtje wakker gelegen? Nee, nog niet. Het is een schitterende instelling die groeit en bloeit. En ik zie ook heel veel mensen rond ons die dat zien. En het is aan ons om het misschien nog meer en beter uit te leggen. En daar zijn we wel mee bezig. Anna Blaman. Misschien een naam die niet bij iedereen direct een belletje doet rinkelen. En dat terwijl deze Rotterdamse schrijfster eigenlijk in één adem genoemd zou moeten worden met namen als Willem Frederik Hermans en Gerard Reven. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat ze overleed. En daarom staat dit hele jaar in het teken van Anna Blaman. Verslaggeefster Sanne Tijn staat nu in de Vliegerstraat in Rotterdam-West, waar de schrijfster haar hele leven woonde. En Sanne, je moet ons misschien maar even bijpraten. Wie was Anna Blaman ook alweer?
Ja, hier achter mij is ze te zien, de Rotterdamse schrijfster Anna Blaman. Tijdens haar leven werd ze bewonderd, maar ook verguisd. Na haar dood is ze eigenlijk gewoon een beetje vergeten. Haar graf in Overschie werd geruimd. Haar werk werd nooit meer uitgegeven. En nu, 50 jaar na haar dood, probeert Rotterdam haar eer te herstellen. Burgemeester Abu Taleb onthulde vanmiddag aan de Heemraadsingel een speciaal monument voor Anna Blaman. Het beeld van kunstenares Maria Rozen is vernoemd naar Blamans bekendste roman Eenzaam Avontuur. Beter laat dan nooit, zou ik maar zeggen. Het is altijd goed als er op enig moment toch het besef doordringt dat zo'n schrijfster niet geheel zonder betekenis is geweest voor de stad. En wat ik ook vandaag mooi vind, iemand zei dat ook in een van de speeches, het is een van de weinige vrouwen in de literatuur die nu een monument krijgt in de openbare ruimte. Waarom is ze gekozen voor een motor? Er werd op mij gevraagd om monument te maken. En ik wilde iets herkenbaars maken, wat veel mensen dus herkennen. En dan heb ik ook gekozen voor een motor, omdat dat staat voor stoer en vrijheid en erotiek. En dat zijn de dingen waar haar werk over ging en hoe zij was. En ik ging ook op motors in die tijd op reis. Anna Blaman was een van de belangrijkste auteurs uit de vorige eeuw. In 1956 kreeg zij de PC Hoofdprijs voor haar gehele oeuvre. Haar boeken deden veel stof opwaaien door de gedurfde erotische en lesbische passages. Zij was de eerste die over de lesbische liefde schreef. En dat werd in die tijd niet met in dank afgenomen. En, dus, ja. Stoere dame. Stoere dame. Ja. Zat hij lekker? Hij zit lekker. Hij is een beetje groot. Dus als hij echt een echte motor zou zijn en je zou erop moeten rijden, dan wordt het lastig. Want dan worden de verhoudingen zijn een beetje zoek. Maar ja, kunst heeft natuurlijk ook de functie om een beetje te overdrijven. En dat is hier ook gebeurd. Ja, 2010, Sanne, is dus benoemd tot het Anna Blamanjaar. Wat gaat er nog meer gebeuren? Ja, vanavond in Grand Café Engels wordt een speciale avond voor haar georganiseerd. Met een talkshow en een letterenbal. Verder wordt er hard gewerkt aan muziek- en theatervoorstellingen over haar. Kortom, er wordt van alles gedaan om ervoor te zorgen dat we de naam Anna Blaman, dat we die nooit meer vergeten. Nou, misschien heeft dit ook geholpen. Dankjewel, Sanne Tijn in de Vliegerstraat. Eigenlijk van kop tot staart moet zo'n koe er gewoon mooi uitzien, moet uitstraling hebben. Ja, en daar ziet u straks meer over. Nu eerst de bezuinigingen die als een donkere wolk boven de culturele sector hangen, maken het splinternieuwe theater De Willem in Papendrecht niet bang. Dat maakt zich op voor een spetterend openingsweekend. Tientallen jaren is er gepraat over nieuwbouw van het theater en vanavond gaat het nieuwe theater open voor het publiek. Een Frans muziektheatergezelschap is de officiële openingsact. Morgen zijn er de Papendrechtse Night of the Proms. En Wibi Sojadi sluit het openingsweekend zondag af. Wat is nu eigenlijk de kracht van dit theater? Ik zou denken de sfeer van een dorpshuis. Met de outillage van een professioneel theater. Ja, dit zijn de nieuwe kleedkamers. Dit is wel een iets ander onderkomen dan ze van ons gewend waren. Dan kunnen we hier naar de zaal. Dit is onze zaal. We zijn er heel trots op. 70 stoelen meer is natuurlijk een fijne verbetering. Maar waar het eigenlijk om ging was de klimaatbeheersing. Mensen die hier vroeger waren wisten dat het hier heel warm kan worden. De omstandigheden op het podium, de arbo-eisen zijn natuurlijk in de loop der jaren enorm voortgesneld. En daar konden we niet meer echt aan voldoen. Nou ja, een belangrijk deel van het theater is natuurlijk ook een foyer. Daar merk je veel meer dan welk ander gedeelte dan ook dat we dat delen met de school. Overdag is het echt een school voor overblijfruimte met zoekmoeders en alles wat erbij hoort. En s'avonds is het een theaterfoyer. Welk gevoel heb je bij dit weekend? Opluchting vooral. Want het is natuurlijk toch het einde van een enorm traject. Met werkzaamheden en bouwen en vergaderen en plannen en dingen bedenken en tegenvallers oplossen. En als dit klaar is, dan kunnen we eigenlijk gewoon normaal aan het werk. Mm. Mm.
Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een bijzondere ontdekking gedaan. Een oplosbare stent. Het buisje dat in een dichtgeslipte kransslagader geplaatst wordt, lost na verloop van tijd vanzelf op. De uitvindingen wordt gepresenteerd tijdens de Nacht van de Onderzoeker, die vanmiddag om 5 uur is begonnen in Rotterdam. Het evenement in Pathé Schouwburgplein is helemaal volgeboekt. Alle 600 gratis kaartjes zijn vergeven. Vanmiddag waren de laatste voorbereidingen, want er staat nogal wat op stapel. We gaan live contact maken met onderzoekers in heel Europa. We hebben Nederlandse experts in de zaal die dat in het Nederlands kunnen toelichten. We beginnen bij CERN in Genève. De deeltjes versnellen, hebben veel mensen wel van gehoord, maar weten niet precies wat het is. Vervolgens gaan we naar Oxford, kernfusieonderzoek. Een energiebron die onschadelijk is en heel veel energie kan opleveren, maar technisch nog niet mogelijk is. Dan gaan we naar de radiotelescopen in de wereld en zelfs een observatorium op de Zuidpool. De Nacht van de Onderzoeker wordt mede georganiseerd door het Erasmus MC. En dat is een mooie gelegenheid om een ontdekking te presenteren. Hier aan de Erasmus Universiteit hebben we samen met een biomedisch bedrijf een stent ontwikkeld die door het lichaam zelf wordt opgegeten, verteerd. En een stent is een prothese van metaal die we implanteren in een kransslagader om die kransslagader tijdens de behandeling te ondersteunen. Maar de stent van het Erasmus MC is niet gemaakt van metaal, maar van suikerstoffen. Het lichaam zit vol bloedcellen en met name ook witte bloedcellen. Nou, die witte bloedcellen, dat zijn eigenlijk opruimers van vreemd materiaal in het lichaam. Die peuzelen die stent op en dat gaat eigenlijk in een hele complexe biochemische machinerie van deze cel. En deze suikerketen wordt door deze cel eigenlijk omgezet in water en koolstofdioxide. En die stoffen kunnen gemakkelijk door het lichaam worden afgestoten. Als deze stent bewijst zijn waarde te hebben, dat we daarmee af zijn van de permanente implantaten in een kransslagader. En dat is een bijzondere doorbraak in de gezondheidszorg. En van de ene bijzondere prestatie naar de andere, van een hele andere orde weliswaar, een bijzondere prestatie van de koeien van boer Jan Aantjes uit Streefkerk. Op de jaarlijkse provinciale roodbondkeuring hebben zijn Letta 40 en Letta 49 goud en zilver gepakt. Dat beide dames ook nog eens zusjes van elkaar zijn, maakt de prestatie uniek. Hier staan ze dan, op een stukje gras in Streefkerk. De twee zusjes Letta 40 en Letta 49 grazen alsof er niets is gebeurd. Maar een overwinning tijdens de roodbondkeuring is toch echt wel bijzonder, volgens boer Jan Aantjes. Geen enkele fokker is eigenlijk gewoon in staat om meerdere goede dieren uit de koe te fokken, laat staan die dan ook nog op een keuring te laten zien en te winnen. En dat winnen doe je niet zomaar. Bij de keuring wordt er streng gekeken naar elk stukje koe. Dan kijken ze natuurlijk van hoe ziet het uien eruit. Dat moet mooi van vorm zijn, de spenen goed geplaatst. De koe moet heel correct gebouwd zijn. Dus eigenlijk van kop tot staart moet zo'n koe er gewoon mooi uitzien. Die moet uitstraling hebben, die moet mooie overgangen hebben. Niet dat het zo'n scharminkel is. Jan heeft nog wel een kritische kanttekening bij de verkiezing. Ik heb wel eens moeite met de gebrek aan waardering voor oude koeien. En dan wordt er wel eens gezegd van een misverkiezing doe je ook niet in een bejaardenhuis. Nou, ik vind dat een beetje misplaatste opmerking, omdat eigenlijk willen we graag in Nederland hele duurzame koeien fokken. Het is toch die duurzaamheid waardoor de Letta's gewonnen hebben. Het sterke punt van de Letta is gewoon de duurzaamheid. Ondanks dat ze ieder jaar een kalf krijgen en veel melk produceren, want ze geven net zo makkelijk ieder jaar 10.000 liter melk, treedt er geen slijtage op. En nu maar hopen dat de dochter van Letta net zo'n schoonheid wordt als haar moeder. Het sportnieuws komt vanaf de redactie. Daar is Ruud van Os. Ruud, de kogel is door de kerk. Excelsior-spits Guillaume Fernandez is na lang wikken en wegen toch geschorst. Hoe zit dat? Ja, het was een overtreding op Hector Moreno tijdens AZ Excelsior. Een overtreding die alleen is vastgelegd door televisiecamera's. En de terugcommissie van de KNVB wilde Guillaume Fernandez daarvoor 4 wedstrijden voor schorsen. Nou, Excelsior ging in beroep met de advocaat Keeën Molenaar. Ze waren het er dus niet mee eens. En ze hebben een beetje hun zin gekregen. De schorsing is gehalveerd van 4 wedstrijden naar 3 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk. Dus 2. En Guillaume Fernandez mist dus komende zondag de wedstrijd tegen Vitesse. En de week erop de thuiswedstrijd tegen Rode JC. Ja, nee, ik denk dat het aan de ene kant wel mooi is, 2 wedstrijden maar. Aan de andere kant zie je dat Brahma vrijgesproken wordt. Of tussen dat er geen zaak gemaakt wordt. En ik dan wel 2 wedstrijden krijg. Maar aan de andere kant, Berg heeft wel 4 wedstrijden gehad. Dus het hangt er een beetje in het midden, maar het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Nou ja, ik kan ermee leven. Ik moet er ook wel mee leven.
En het is tegelijkertijd zo dat, eerlijk gezegd, ik had Keijer net aan de telefoon, hadden we ook zoiets van, ja, het is of 0 of 4 blijft staan. En hij is dus ook heel erg benieuwd naar de motivatie die erachter zit. Nou, dat is allemaal juridisch, dus dat zegt mij weer wat minder. Maar dat hebben ze dus voor een groot gedeelte gepasseerd. En dus is 2 wedstrijden dan een meevaller in vergelijking met die 4 die ze geëist hadden. Dan van Excelsior naar Feyenoord. Die club wacht zondag de lastige uitwedstrijd tegen NEC. Is men daar in de Kuip ook mee bezig of gaat het alleen nog maar over de geldproblemen? Nou ja, een overwinning op NEC zou natuurlijk de aandacht goed kunnen afleiden. Dat kunnen ze goed gebruiken nu er veel gedoe is over het geld. Nou, wat kan je zeggen over aanstaande zondag? Dat Cabral, Castaños en Mococho, die hebben in ieder geval een basisplaats. Net als afgelopen woensdag in het verloren bekerduel met de Rode JC. En hoe zit het nu eigenlijk met die verhalen over die mogelijke kapitaalinjectie? Ja, de algemeen directeur Erik Gudde kan daarover zeggen dat er een groep Feyenoorders is die bereid is, een gefortuneerde groep Feyenoorders, bereid is om geld in de club te steken. Maar op welke termijn en onder welke voorwaarden en wanneer het gaat gebeuren, daar is hij erg zwijgzaam over, Erik Gudde. Dankjewel, Ruud van Os. En ik neem aan dat we het over de financiële situatie van Feyenoord straks in onze talkshow FC Rijnmond ook nog wel gaan hebben. Etienne Verhoef, met welke deskundige ga jij dat doen? We hebben lang gezocht naar de juiste man die hierover kon vertellen, de financiële situatie bij Feyenoord. Maar we hebben hem gevonden. Hij zit naast Jan-Dirk Stouten. Hans Kraaij junior is onze financieel analist. Hij weet alles over geld. Mag ook wel. En we gaan straks met hem praten over Feyenoord en de rest van de voetbalweek die achter ons ligt. Vandaag, precies een jaar geleden, botsten er in Barendrecht 2 goederentreinen tegen elkaar. Daarbij vond een van de machinisten de dood. Machinist Sim Boerema overleefde de klap, maar is een jaar later nog steeds niet aan het werk. Het is natuurlijk een behoorlijke klap als je met 70 km per uur ergens frontaal oprijdt zonder dat je een autogordel hebt of een airbag. En er hangt ook nog 1200 ton, 1200 ton aan gewicht achter je wat alles doorduwt. Een enorme chaos, verwrongen staal, een enorme berg van verwrongen staal. Daar zit ik wel eens over na te denken. Van hoe je zo'n klap kunt overleven of hoeveel geluk je hebt gehad. Dat vele malen erger kunnen zijn, met veel meer slachtoffers. Hoe is het nu? Nou, gaat het goed? Of goed, ja. Naar de omstandigheden gaat het goed. We zijn nog niet werkzaam, maar ja, we doen aan fysiotherapie en we hebben regelmatig bezoek in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog steeds onderzocht. Volgens burgemeester Jan van Belzen zit op de plek van de botsing een gat in de beveiliging. Hierdoor kon de langzaam rijdende goederentrein van DB Schenke door rood rijden. Een jaar na het ongeluk is hier nog niets veranderd. We zitten hier nog met een vrij eenvoudige vorm van beveiliging. ATB, eerste generatie zoals dat heet. En eigenlijk is dat heel merkwaardig, want over de hele Betuwelijn is een hoger niveau van beveiliging, namelijk ERTMS. Dat systeem zorgt ervoor dat treinen die ook langzamer rijden dan 40 kilometer, dat dan het systeem gaat werken en treinen tot stilstand komen. Dus een extra vorm van beveiliging. Qua beveiligingssysteem is hier nog niks veranderd. Het enige wat dus eigenlijk veranderd is, dus de terrein van de Radion DB Schenke doorheen gereden is, is dus voorzien van ATB-VV. Alleen Radion DB Schenke heeft zijn locomotieven nog steeds niet voorzien vanuit de BVV. Dus morgen kan er nog steeds dezelfde trein weer door hetzelfde sein heen rijden met 38 km per uur. Als ze dat willen voorkomen, dan zal de IVW gewoon een rode vlag bij in de inspectie verkeer en waterstaat gewoon een rode vlag bij Radion in het spoor moeten zetten. En gewoon zeggen, jullie mogen niet meer rijden totdat jullie goede veilige locomotieven hebben. De vraag is of het spoor zonder goed werkend veiligheidssysteem nu wel veilig is. De burgemeester zegt van wel. Het spoor is veilig. De Betuwelijn is toch een van de veiligste spoorlijnen die we hebben in Nederland. Maar we zien juist op dit punt dat er nog een verbeterslag kan, maar ook noodzakelijk is. Het ongeluk heeft het leven van Sim Boerema wel voorgoed veranderd. Of hij ooit nog een goederentrein zou rijden, is onzeker. Doordat we nog onder behandeling zijn, wordt er steeds nog afwachten of ik weer nog mag rijden. Ja, en je zult toch weer een beetje toch lichamelijk goed zijn om eens een keer een werkdag vol te kunnen houden.
Als ik gewoon al een hele dag ergens anders bezig ben of zo, of bezig of thuis of dingen, dan heb je de volgende dag. Of zelfs als ik een flinke ochtend fysiotherapie heb gedaan, dan lig ik daarna een uurtje te slapen om bij te komen. En dat heb ik eigenlijk zelf wel behoorlijk mee verbaasd. Dat het lichaam toch op die manier nog vraagt naar heel veel herstel. In het begin was ik dat niet zo gewend, want voorheen deden we dat nooit, maar ja, nu nog wel. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteert half december het rapport over het treinongeluk bij Barendrecht. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Veel plezier zometeen bij FC Rijnmond en ik wens u een mooi weekend. Dag.